Nou jongens, ja, dit was het dan. De laatste jonge schrijversavond. Het was de 7e editie, 30 september 2016. Heel veel mensen vragen, ja, waarom stop je ermee? Dat vraag ik me eigenlijk nu ook af. Ik vond het een prachtige avond. We hadden een hele bijzondere line-up. 7 schrijvers. Marieke Reineveld, Arjen Lubach, Raoul de Jong, Lize Spit. Het is best wel laat, dus daarom moet ik weer even tasten wie er allemaal waren. Maar er waren Sander Kok, er waren echt heel veel leuke schrijvers. 7. We hadden een prachtige randprogrammering. En de reden waarom ik dit misschien wel een van de mooiste edities vond, was omdat alles samenkwam. Weet je wel, waarom deden we het ook alweer om jonge schrijvers te promoten? Dat is denk ik gelukt. Waarom deden we het ook alweer om een nieuw publiek te vinden voor jonge schrijvers? En dat publiek is in grote getalen op komen zetten. De hele grote zaal zat vol van de stad Schouwburg Amsterdam. Een van de mooiste zalen van Nederland. En het staat nog steeds vol, want zoals je hoort op de achtergrond wordt er nog gewoon gefeest op het jonge schrijversbal. Er waren ook heel veel schrijvers uit eerdere edities vanavond weer teruggekomen. En dat was ook mooi om ze allemaal weer terug te zien. Dat was wat dat betreft een literaire reunie. Ik sluit niks uit. Misschien komen we ooit nog eens een keer terug. Maar we hebben in ieder geval 7 vette jaren gehad. En wie weet wat de toekomst brengt. Ik hoop geen 7 magere jaren. In ieder geval niet voor de literatuur. En ik hoop jullie allemaal weer terug te zien. En misschien ook wel op dit kanaal van Why I Love This Book. Want Why I Love This Book was al die jaren een van onze trouwste partners. En ook vanavond waren ze er weer bij. En daarom spreek ik dit filmpje in. Zoals gebruikelijk, met een klein beetje een dubbele tong. Dankjewel.